We staan hier op de Spuiboulevard in Dordrecht. En we zijn bezig met de uitrol van een warmtenet om de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Dordrecht te realiseren. Afvalverwerker HVC is sinds februari bezig om het warmtenet aan te leggen in de binnenstad. Dat zorgt in de weekenden voor flinke files. Tuurlijk, als er een belemmering in het verkeer is, dan merken we dat wel in de stad. Afgelopen zaterdag was het heel druk en dan zie je wel dat de files wat langer zijn. Maar daar wordt goed op gereageerd, dus daar ben ik heel blij mee. Het is natuurlijk wel zo dat het overlast geeft. Ja. En op welke manier bekijken jullie of er inderdaad verkeersoverlast is? Nou, we hebben sowieso een verkeerstechnisch bureau in de hand genomen. We hebben de gemeente die natuurlijk de klachten opvangt. We hebben zelf een algemeen nummer waar klachten op binnenkomen. En mocht dat zo zijn, dan gaan we gelijk met elkaar in conclave wat voor maatregelen dat we daartegen kunnen treffen. Nu een beetje lastig, maar straks plukt Dordrecht er de vruchten van. Nou, met het warmtenet gebruik je warmte die nu verdwijnt. Hè, die gaat gewoon de lucht in de afvalcentrale. Die gebruik je om de stad te verwarmen. En dat is hartstikke mooi, want dat draagt bij aan de duurzaamheid. En hoe verlopen de werkzaamheden tot nu toe? Voor ons heel voorspoedig. We lopen precies op planning die we vooraf hebben afgestemd. En als het weer ons mee blijft zitten, dan zijn we eind volgende week zijn we gereed op dit tracédeel. En gaan we de helling in. De werkzaamheden duren nog tot en met juli.